Als kind is het haar grote wens om moeder te worden. Maar als ze op haar 9e kanker krijgt, verwoest de chemo de droom van Elbrieg van Dokkum. Onze moeder, dan vind je dat heel erg. Toch gebeurt er iets bijzonders, want vlak voor de chemo haalt de arts stukjes eierstokweefsel weg bij de jonge Elbrieg en laat het invriezen. En wat toen niet mogelijk was, blijkt 15 jaar later wel te kunnen. Er zijn zeker zwangerschappen uit voortgekomen. Er zijn 6 vrouwen die inmiddels kinderen hebben gekregen. Maar ondanks een succesvolle operatie wil het zwanger worden bij Elbrieg maar niet lukken. Tot groot verdriet van haar en haar man. Ik kan er weer van huilen. Want het doet zeer als je zoiets kwijtraakt. Zal Elbrieg inmiddels een kindje hebben? En wat wil haar man vandaag tegen haar zeggen? Je ziet het in De Verandering. Nou, ik weet nog dat Elbrieg geboren was. Een prachtig mooi meisje. Ja, we waren ontzettend blij. Het eerste lachje. Ja, geweldig. Elbrieg had altijd een duim in de mond. Daarom was ze ook zo'n heerlijke, rustige baby. Als Elbrieg ouder wordt, blijkt er al jong een grote wens om moeder te worden. Ze speelde graag vader en moedertje met de poppen. En later, toen wij kleinkinderen kregen, speelde ze ook met de kleinkinderen vader en moedertje. Ja, heel veel. Ja. Elbrieg heeft tot haar 9e een onbezorgde jeugd. Maar aan die onbezorgdheid komt ruw een eind tijdens een vakantie in Amerika. Wij zijn in Amerika. Amerika, Amerika. Toen kreeg Elbrieg pijn in haar been. Dat was bij momenten, bij vlagen, en daar ging het ook weer over. Ja, ik zag haar zo verschrikkelijk lijden en die pijn was zo erg. Ja. Dan sta je echt even machteloos. Ja. Na allerlei onderzoeken komt het verschrikkelijke nieuws. Elbrieg heeft een kwaadaardige tumor. Maar ook 70% dat ze het niet zou halen. Ja, dat is zo'n heftig moment. En dan beginnen 2 jaren van onzekerheid. Over het algemeen was Elbrieg ontzettend flink. Als ze chemo onderging, als ze bestraald werd. Heel veel stempels erop. Ja. Wel heeft ze na de eerste chemokuur, toen was ze ontzettend ziek. En toen zei ze, maak me maar dood, want jullie hebben helemaal niks meer aan mij. Nou, dat werd heel erg. Opnieuw aangekomen in het ziekenhuis doet de behandelend arts een bijzonder voorstel. Eigenlijk zou ik graag de eierstak eruit willen halen. Om die te beschermen, in de vriezer te doen. Want als Elbrieg later een kinderwens heeft, we weten niet of dat nu vandaag al lukt. Maar je weet nooit over 10 jaar, 15 jaar, hoe ver ze in de wetenschap zijn, dat we die eierstak kunnen bewaren voor haar. En dan, als Elbrieg 11 jaar is, komt het verlossende nieuws. Ze wordt schoonverklaard. Ja, feest. Ja, dat zo'n enorme blijdschap, zo'n enorme opluchting. Ja. Dat, al werd je opgetild boven alles uit. Ja. Ja, zo'n heerlijk gevoel, ja. We maken even een sprong in de tijd. Want als Elbrieg 22 is, ontmoet ze Benny. En eigenlijk als die twee elkaar zien, zijn ze meteen verliefd. Hoi, Blag. Hoi. Ik werkte toen op een uitzendbureau. Mijn baas had van tevoren al gevraagd of ik haar naar huis wilde brengen. Omdat de auto waar ze in reed, dat we die zelf weer nodig hadden. Ja, de autorit was een drama. Ik bedoel, ik zag haar en ik was een beetje overrompeld. Ik vergat 3 versnellingen. Ik had de koppeling nog half in voordat ik het parkeervak uit was. De lampen moest ik nog aandoen. Ik was echt gewoon stiekem verliefd. Ja, al vanaf het eerste moment dat ik haar zag. Dat wilde ik nog lang niet laten blijken, maar het was wel zo. De vonk slaat niet alleen over van Elbrieg naar Benny, maar ook andersom. De schok is dan ook groot als Benny op een dag een appje krijgt met heftig nieuws.
Ik was eerst een beetje in shock of zo. Maar ze was al niet klaar met typen en gelukkig ook, want onder dat berichtje stuurde ze dus: maar wat er ook gebeurt, ik zal moeder worden. En ik was natuurlijk ook gewoon echt al verliefd. Voor mij was er ook geen weg meer terug. Binnen 8 maanden trouwt het verliefde stel. Maar de grote vraag blijft: zal het lukken om kinderen te krijgen? Een goede morgen. Vlak voor haar huwelijk komt Elbrieg erachter dat de techniek het inmiddels mogelijk maakt dat ze zwanger kan worden als haar opgeslagen eierstokweefsel weer teruggeplaatst wordt. En vanwege haar grote kinderwens gaat Elbrieg direct na haar trouwen aan de slag. Spannend? Heel spannend. Ja. De operatie was succesvol. Er kwam weer leven in Elbrieg haar eierstok en ja, er kwam weer een cyclus los. De meeste mannen worden niet zo blij als je vrouw ongesteld wordt. Maar bij ons was het een heel mooi moment. Ook op de echo is, tot vreugde van Elbrieg, het mogelijke nieuwe leven te zien. Het mocht gevierd worden dat er leven was. En het eerste eitje noemden we dus ook Victor. Maar ja, die mocht het helaas niet overleven. Ja, ik kan er weer van huilen. Want het doet zeer als je zoiets kwijtraakt. Er mislukken meerdere pogingen. Ik heb mijn vrouw vaak genoeg zien huilen. Het voelt soms als falen als het niet lukt. En dan overkomt dit net getrouwde stel een nieuw drama. Ja, tussen het hele traject door vloog tijdens oud en nieuw half in naast ons huis in de brand. Zelfs zo erg dat we echt het huis uit moesten. Op dat moment zit je er heel erg doorheen. We zijn nu zo'n 2 jaar verder na de woningbrand. En ik ontmoet Elbrieg in het huis dat inmiddels is opgeknapt. Maar waar ik vooral benieuwd naar ben, is haar grote wens om moeder te worden uitgekomen. Hoi! Helemaal goed! Hé, hey, ja! Hallo! Hoi! Ik ben Mirjam. Elbrieg! Oh, leuk je te ontmoeten. Ja, welkom! Oh, ziet het er hier weer mooi uit. Ja! Ja, we hebben alles weer mooi opgebouwd hier. Ja. Nou, ja. Dat is in ieder geval heel fijn. Ja, absoluut. Hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Ja, het waren wel, soms hebben we echt wel even een hele pittige momenten gehad. Maar het gaat nu goed. Waarom het zo goed gaat, vraag ik haar zo meteen. Maar eerst ben ik benieuwd wat ze nog weet van de tijd dat ze als kind kanker had. Ik kreeg 14 chemokuren en ik werd 30 keer bestraald. Maar echt het besef wat er met mij aan de hand was, dat had ik niet echt heel erg door. Wanneer kwam die klap? Toen ik met de verpleegkundige opleiding begon. Dat wou ik al heel lang en heel graag. Ook om eigenlijk iets terug te doen, zeg maar. Omdat het toen zo goed voor mij is gezorgd. En toen hadden we op een gegeven moment een les over pathologie, dus over ziekteleer. En daar kwam kanker in naar voren. En toen eigenlijk, ja... kwam bij mij echt het besef dat ik denk van, oh, maar dit was eigenlijk best wel heel ernstig. Hier gaan mensen ook echt aan dood. En ineens kwam ook het besef hard binnen dat ze misschien nooit kinderen zou kunnen krijgen. Hoe komt het dan als ik een man vind? Wil die dan wel een relatie met mij aangaan? Omdat kinderen krijgen gewoon heel moeilijk is. Mm-hmm. En wat nou als het nooit lukt? Blijf ik dan helemaal alleen? Op een gegeven moment leerde ik een hele leuke jongen kennen. En met die jongen trouwt ze. En nu proberen ze al 5 jaar lang via allerlei medische trajecten kinderen te krijgen. Een eitje. Gaan we doen. Hey, ik bel je naar aanleiding van de punctie van gisteren. We zien op dit moment geen bevruchting bij de eicellen. Oh. En dan komt er een maand van teleurstelling. Ja. Nog een keer een teleurstelling. Ja. Ja, ik bel helaas met geen goed nieuws. Nog een keer. Ja. En hoe is dat? Moeilijk. Ja. Ja, je gaat echt constant. Je gaat constant heen en weer. Tussen hoop en vrees. Ja, en op een gegeven moment breekt je dat ook wel een beetje op. Ja.
En toch is het elke keer als je... als die teleurstelling weer is geweest, dat je op een of andere manier toch weer eigenlijk heel snel de knop omzet. En dat je denkt van oké, weet je, misschien de volgende keer. Misschien gaat dat dan lukken. Na het vele prikken en ziekenhuisbezoeken is voor mij de grote vraag... Ben je inmiddels mama? Nee, helaas niet. Nee, we moeten nog meer geduld hebben. Ach. Ja. Mag ik dan wel de vraag stellen, wat als het dan niet gaat lukken? Natuurlijk hebben Benny en ik het er ook wel over gehad. En wij hebben zoiets van, weet je, als het niet gebeurt, nou ja, dan moet het gewoon niet zo zijn. En dan komt er wel weer wat anders. Of dan kunnen we onze liefde wel ergens anders aangeven. Of dan kunnen we dat wel ergens anders in kwijt. Maar het niet hebben van een kind doet Elbrich veel pijn. En juist op die momenten ervaart ze steun aan haar geloof. God, die weet ook hoe het voelt. Die weet ook waar je doorheen gaat. Tenminste, zo ervaar ik dat wel. En die wil ook het allerbeste voor jou. Dus ik heb ook het gevoel dat God op dat moment... eigenlijk ook gewoon met je meehuilt. Wij hebben ook al een klein beetje een babykamertje. Oh joh. Oh ja. Ach. Hier wordt nu heel veel in gelogeerd, maar dit was natuurlijk eigenlijk de kamer voor de baby. Ja. Ja. En dat heb jij zo gehouden? Ja. Ik bedoel, jij hebt zoiets, dit laat ik gewoon intact. Ja, absoluut. Ja. Ja? Hoe is dat dan? Want dan heb je hier, het is zo confronterend. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant, we hebben zoveel tantezeggertjes die wel blijven slapen. En dan, ik vind het ook wel weer juist wel mooi dat het gebruikt wordt. Terwijl ik met Elbrich in de babykamer sta, is haar man onderweg omdat hij iets bijzonders tegen haar wil zeggen. Ik kan niet anders dan van haar houden. Ze is echt het mooiste dat mij is overkomen. Ik ben het. Hey! Hoi! Hoi! Lieverd. Ja. Al zouden wij onze grootste wens verliezen, toch ben jij voor mij genoeg. Ja. Ik zal altijd van je houden, want jij bent voor mij genoeg.